belangrijk onderwerp, want een goede aarde betekent dat je daar mooie planten en mooie bloemen van krijgt. Want er zit een voeding in die aarde. Ik wil vragen aan onze tuincommissaris Ton van de Heuvel of hij wil uitleggen hoe dat hier in zijn werk gaat met die compostverwerking. Ja, kijk. Nou, als je in die bak kijkt, dan kan je zien hoe het elke dag, elke zaterdag en dinsdag binnengebracht wordt. Gewoon alles wat je snoeit en uit de grond spit, dat kan je hier kwijt. Ja, als je grof hout hebt, dan kan je dat in een aparte bak kwijt. Dat versnipperen we dan met de versnippermachine. En de rest is een kwestie van composteren, omhooien en iedere paar maanden de bak omkeren, zodat alles goed op zijn tijd verrot. En dan krijg je dit resultaat. En dit is van 2007 is dit gekiept. En nu zijn we in 2009 begonnen en nu hebben we gewoon een hele goede grond. Ja, er zitten wat takken tussen. Dit is van wat je in de grijsbak gooit. Dat maakt het waar we naar kijken is dat er zo min mogelijk van dit spul ingekiept wordt. Want dit verrot bijna niet. Nu niet en over 3, 4, 5 jaar nog niet. We hebben hier een mooi voorbeeld van wat er in de grond gekiept wordt. Super. Maar ja, dat verrot ook nooit. Maar als je gewoon het gewone normale GST afval hebt, dan heb je in 2 jaar tijd heb je gewoon dit als resultaat. Hey, dat is van plastic kerstbomen. Die hebben er ook bij gegooid. Ja, dat doen ze ook wel eens. Ja. Maar ja, als mensen het willen hebben om een perkje mooi te maken, dan zeven ze dat. Maar als je het in de herfst op je tuin rijdt, dan is dat takkie helemaal niet erg. Want dan heb ik weer een hele winter om te verrotten. Ja, 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 ja. En meestal worden dan zo'n soort dingen gevreesd of geharkt. En dan blijft er eigenlijk helemaal niks van over. Maar dit is goed spul om op de tuin te doen? Ja. Ja? Ja, dat is geweldig mooi spul. Dit koop je ook gewoon in je zak tuingrond, hè. Gewoon de normale zak tuingrond, dat is eigenlijk dit. Ja, precies. Ja. Dus dit heeft 2 jaar geduurd? Dit duurt 2 jaar. Ja, dat is eigenlijk best wel snel. Ja, ja, ja. Want toen we hier begonnen, toen hadden we 6 van deze bakken staan. En nu kunnen we het al met 3 bakken kunnen we het al af. Ja, ja, precies. Ja. En die hoop daar, dat is van een jaar. En die hoop daar, die is in november dichtgegaan. Die heb ik met grond afgedekt. We gaan nu dadelijk in, zo gauw de pompoenen goed zijn om buiten te zetten. Dan wordt die helemaal afgedekt met pompoenen. Dan rolt die nog wat sneller, want dan dekt die weer af. Krijgt die extra resonans dingen. Nou, in deze bak zijn we aan het starten. En ja, deze, die, nou je ziet het wel, hij heeft net zo vol gelegen als de eerste daar. En mensen rijden zoveel weg naar de eigen tuin dat hij is al meer dan de helft leeg. Hier mogen ze het gratis weer vandaan halen. Dit nemen ze allemaal weer gratis mee naar de eigen tuin.